Welkom bij de grote IFFR VPRO podcast show. Een hapklare podcast waarin wij je meenemen op de 48 ste editie van het allerleukste filmfestival van Nederland. En waar zijn wij? We zijn in de Kino Lounge in Rotterdam. En wie zijn wij dan? Cesar? Ja, ja, ik, ik ben Cesar. Jij hebt het nu al gespoilerd, Jeroen, maar ik ben Cesar alert. Ik ben filmjournalist voor VPRO Cinema. Ik ben hier jaarlijks op het filmfestival. Ik maak hier filmpjes, items, interviews en deze podcast iedere dag met... Hugo Emmerzaal, ook filmjournalist, muziekjournalist ook nog daarbij, schrijver voor IFFR en nog heel veel meer. Wij zijn samen ook nu vooral jullie podcasthost en wij presenteren eigenlijk ons grote IFFR-avontuur aan jou. Dus abonneer je daarop en wees elke dag deel van onze avonturen hier live. In Rotterdam. Ja, avonturen zeg je meteen. Maar was jouw dag heel avontuurlijk vandaag? Ik heb gisteren toch misschien wel iets te lang nog. Ben ik blijven hangen na de première van Climax? Ik heb in mijn hotelkamer een film gekeken. Het is allemaal heel spannend. <laughs> <laughs> Het is nu in, namelijk uh, zaterdagmiddag 26 januari. We zijn alweer bij de derde aflevering. Het gaat eigenlijk heel erg snel. We hebben vandaag best wel wat bijzondere dingen in petto. We beginnen volgens mij met ouderwets spionagevermaak in de spionving. Mm -hmm, ja, het programma hier op het festival. En ik denk dat het vandaag goed is om gewoon even, even stil te staan bij waarom is dat nou een programma op IFR 2019? Precies. Bovendien, ja, ik zag zelf BNK uh, uh, 48, Girls Don't Cry. Een docu over een Thaise girl pop band. En uh, gemengde gevoelens, maar ik wil het er toch over hebben, want het is een halve tip, een halve. Hmm, Interessant. Het is een goed gespreksonderwerp, lijkt me. Sowieso. En, uh, ik heb een uh, redelijk bijzondere film uit Rusland. The man who surprised het everyone. Zal het weer het zal weer eens <laughs> niet. En ik zal later <laughs> vertellen wat nou precies die surprise is die in die film zit. Maar daarover later meer. Ja, maar dan Hugo, we, hebben weer, we, we zijn weer echt op het scherpst van de snede. Want er is iets six geregeld. Tijdens het opnemen, as we speak, uh, van deze podcast krijgen wij zo meteen, gaat mijn telefoon af. En dan krijgen wij zo meteen de nieuwe tussenstand van de publieksprijs binnen. Live op onze feed en dan komt het zo snel mogelijk bij de luisteraar in ja, de oren. Nee, maar dit kost heel de hele tijd heel veel. Wij zijn echt aan het zeuren heel de hele tijd van mogen als jullie voor in de podcast... even nog die, die tussenstand voordat iedereen hem heeft. En dat mag dus heel de tijd, maar ja, scherp van de snede. All right, let's go. Let's go. A Spying Thing. Ja, we hadden het er al over. Het uh, IFVR-programma The Spying Thing blikt terug op verleden, heden en toekomst... Van de spionnenfilm. Een, mm. een prachtig genre. wat ja, volgens mij. ik kan me vergissen. in ieder geval in de laatste jaren. ook een soort. Ja, een opleving weer heeft gehad. Er zijn best ja. wel veel spionnenfilms ik weer. Ik heb het gevoel dat er een beetje. Uh, spionnen-nostalgie misschien is. En ik denk ook dat. Uh, dit programma, de Spijn Vind. Ik, daarover gaat. Want. Ja. Nou ja, als we kijken naar het heden en hoe uh, surveillance cultuur werkt en spionage, dat werkt eigenlijk helemaal niet meer zoals de manier waarop je die vaak in film ziet: met afluisterapparatuurtjes en uh, uh, telegrammen en van die, uh, van die stiekeme berichten en dat soort dingen. Een soort spionagecultuur is misschien met digitale technologie een beetje gestorven. Dus ja. cinema, wat natuurlijk ook op een bepaalde manier een. Uh, ja, ergens een oud en nieuw medium tegelijk is... Uh, is een perfect middel om daarop uh, te reflecteren. En dat gebeurt in dit uh, programma best wel goed. Ja. Hou jij yeah. een beetje van spionnenfilms? Ja, ik zit even zo terug te denken naar welke spionnenfilms... We echt in mijn, in mijn top 100 favoriete films staan. Ik, de grappigste, het grappige is dat ik meteen denk aan de Spy Kids met Antonio Banderas. Ah. Dat was als kind wel echt serieus een van mijn lievelingsfilms. Dat was inderdaad een hele coole film. En ik, ik heb vooral veel jeugdherinneringen aan die uh, oude Mission Impossible films. En overigens moet ik daarbij vermelden dat ik Mission Impossible Fallout... Misschien ook wel een van de leukere films van het afgelopen jaar vond. Het is dus eigenlijk, ik hou heel erg van spionnenfilms. Maar Spy Kids, Mission Impossible, dat is maar één vorm van spionnenfilms, namelijk een soort de spion als superheld. Weet je ja, wel, Tom Cruise, precies. die al die perfecte stunts uitvoert. Dat je zo binnendringt bij de CIA en je bent niet eens aan het zweten. Je bent gewoon nog, je bent zeg maar, je hebt geen trilhand als je de deur opent. Helemaal bent... fresh en clean. Terwijl de films in dit programma, uh, en het programma gaat echt door de hele filmgeschiedenis van spionnenfilms. Er zitten echt films in de jaren twintig. Uh, Ninochka bijvoorbeeld. Er zitten oude Billy Wilder films. Rear Window van Hitchcock. Nou ja, zo gaan we door Maar eigenlijk al die films laten vooral ook een beetje de... Ja, hoe moet je zeggen? De menselijke tol zien van wat het betekent om een spion te zijn. De, de prijs die je daar eigenlijk voor betaalt om een land of een natie... of een, misschien een bedrijf of zo uh, daarvan in dienst te zijn. Ja, als je, als je mij dan vraagt van waarom nu in 2019 een spionnenprogramma op het filmfestival... Dan, ja, dan is voor mij het aanwijsvoorbeeld natuurlijk dat we sinds 2014 volgens mij in de ban zijn geraakt van... Uh, uh, de internationale spionageaffaire in deze wereld, nu in de geopolitiek. We hebben het dan over Wikileaks, we hebben het dan ja, over Rusland. De, en de in de, in de verkiezingen. Uh, ja. Het is ook niet helemaal gek dat zoveel filmmakers daar nu weer naar teruggrijpen. Want het is wel echt iets wat leeft voor mij. Ja. En ik, ik heb bovendien ook wel. Deze nieuwe vorm van spionage is ook duisterder dan ooit. Want eigenlijk was James Bond ook gewoon grappig vaak. Weet je, wel? je kon ook wel echt lachen tijdens zo'n. Ja, vaak zetten volgens mij oudere spionnenfilms ook een beetje het he de hele wereld om de spionage een beetje uh, te kijken. Zo van, het is ook allemaal absurd. Het is gewoon één grote komedie eigenlijk. En veel van die films die adresseren dat wel. Van hoe raar het eigenlijk is. En al, gewoon al die kleine handelingen en codes van de spion. Het is ook heel maf. En ik denk dat dat, dat, dat misschien wel een goed bruggetje is naar de film die wij allebei hebben gezien. Dat is een nieuwe film die heet The Spy Gone North. Zo'n goede film. Echt een geweldige film. Oh, man. Als je een klassieke spionagefilm wilt zien, dan is dit denk ik wel de ideale in dit programma. Het is een Zuid-Koreaanse film van Yoon Jong-bin. Het mooie van dit programma is dus ook dat het niet alleen maar spionage is tussen Rusland en Amerika en Europa. Dat het ook echt gaat, bijvoorbeeld over deze film gaat over een spionagemissie van Zuid-Korea naar Noord-Korea in de jaren negentig. Wat een heel erg spannend moment was in de Koreaanse geschiedenis. Want er zat een nieuwe presidentsverkiezing aan te komen. Een machtsblok van conservatief Zuid-Korea zou misschien van de troon worden gestoten. En die spionagewereld had daar veel impact in kunnen hebben misschien. Heel veel staat er op het spel. Ja, dus je moet je voorstellen, je, je bent een spion. Je moet van Zuid-Noord-Korea binnen gaan dringen. En dan tegelijkertijd, terwijl jij daar in Noord-Korea je, je klootjes staat uit te wringen, zeg maar, echt je best aan het doen bent om niet gepakt te worden. Terwijl om de minuut wel een pistool tegen je kop aangehouden yeah. wordt. Ondertussen is dus in je eigen land de politieke situatie zo aan het draaien dat je niet eens zeker meer weet of je zeg maar, volgende week als spion nog je spionnenbaan hebt. En dat is dus precies waar dat de Spy in Finn over gaat: ook eigenlijk over de spion als een stervend ras. Of ja. over de, weet je wel, de, het verloop van de tijd wat eigenlijk de spion uh, bedreigt in zijn werk. Um, het is een hele bijzondere film ook voor mij, omdat nou ja, wij, zijn zelf, zijn, wij zijn geen product van de Koude Oorlogtijd. Maar we hebben wel veel geleerd in de geschiedenisboeken over de Koude Oorlog en over de Sovjet-Unie en Amerika als machtsblokken. En dan is het eigenlijk ook heel bijzonder om in een film als deze meer te leren over de hele delicate uh, politieke relaties tussen Noord en Zuid-Korea. Je wordt echt wel weer even in een nieuw land en situatie gegeven. Uh, Gepland ja. als het ware. Ja, en, en, en dat is ook misschien het meest volwassene aan dit programma. Is dat zeg maar alle oude spio bedoel, Zet een oude spionnenfilm aan en het geeft je het idee dat het leven van een spion of gewoon überhaupt spionagewerk. van de helft van de tijd draait om het om het om het neuken van uh, Eva Green. en de andere helft van de tijd draait om uh, de coolste gadgets en de nieuwste iPhone en Heineken bier in beeld en al die zeg maar. Precies James Bond, inderdaad. Nou maar ja, praktischer gezegd, als je James Bond ziet, dan vergeet je bijna dat hij een politieke acteur is. Ja. Je ziet eigenlijk vooral een soort, een soort guy die in het casino lekker aan het, aan het stoer doen is. En wat je in dat soort films mist, en waar we tegenwoordig wel films over hebben, is inderdaad over zo dat verdwijnende ras van de spion, die het gewoon super moeilijk heeft. En ook eigenlijk helemaal niet zo'n hele leuke baan heeft. Ja, dat is een van de nieuwere films in het programma, de Spy Gone North. Echt een klassieke spionnenfilm, dus een andere interessante die ik ook even wil belichten is Sunset van Laszlo Nemeth. Ja. Heb jij Son of Saul gezien? Ja, topfilm. Ja, een hele hele heftige film. Laszlo Nemec is de Hongaarse regisseur van die film. Dat was zijn debuut. Een ontzettend heftig portret. Oh, van Sunset is van hem. Ja, precies. Oké, okay, nu wil ik Sunset zien. Precies dat. Hij... Waar gaat het over? Nou, eh... Uh... Sunset speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat gaat nog verder terug in de tijd. Het is echt een gloednieuwe film van uh, Nemeth. Maar het gaat echt uh, 100 jaar in het verleden. Het gaat over een jonge vrouw die daar aankomt in Boedapest. In Hongarije. Wat in die tijd wel een beetje werd gezien als het centrum van Europa. En zij, komt daar, zij raakt daar ook weer verstrikt in. Intriges en geheimen uit haar verleden. Spelen op in het heden. En daar komen allerlei uh, problemen van. Maar wat denk ik vooral bijzonder is van die film... is dat nou ja, wie Sunset of zo heeft gezien, die heeft misschien een beeld bij hoe uh, Nemetch films maakt. Super intens, super immersief zou je kunnen zeggen. Die camera ja, bewegingen van hem dicht en... op de huid. En dat doet hij hier nu ook, maar in een hele andere periode, een hele andere omgeving. Maar je moet je voorstellen, die paranoia die je komt kijken bij het leven van een spion. En dan in de stijl van de regisseur van Sun of Zo. Dat is super bijzonder. Dit is een hele goede filmpitch. Ik wil het toch gaan zien. En dan wil ik nog één ding aankaarten over het programma De uh, Spy in Vin. Want het is een land niet alleen maar fictiefilms. Wat ik zelf ook heel interessant vind, is dat er ook een beetje uh, in documentaire vorm onderzocht wordt wat er aan de hand is met spionnen en surveillance ja. oh, Ik heb daar één hele goede tip voor je bij. Stop over in Dubai, Katie. Die is van Chris Marker, toch? Ja, ja, ja. 27 uh, uh, minuten duurt hij het kort. Goed te zien. En het vette is, het is een. Uh, dus die Chris Marker heeft een video genomen van een echte moordaanslag op een spion. Op een vliegveld, toch? Op een vliegveld in Dubai natuurlijk. Ja. En dit is, nou, is real-life spionage, dus ja. heel spannend. Want het zijn gewoon rauwe camerabeelden. Ja, gewoon echte CCTV-beveiligingsbeelden. Niet eens door de regisseur achter elkaar geplakt. Want dat had de overheid al gedaan toen ze gewoon deze beelden naar buiten brachten. Om te laten zien van kijk eens hoe onze mannen worden afgeslacht. Right. Maar het allerziekste eraan is dus. Hij heeft er, ja, hij heeft er gewoon een stringkwartet onder geplakt. Kronosquartet om specifiek te oh, zijn. dat klinkt geweldig. Dus opeens heb je zeg maar de beelden van een doodnormale man die door 26 huurmoordenaars vermoord dat wordt. Moet zes... je heel een 20 oh, uur moordenaars, dan ben je echt belangrijk. Ik heb niet eens 26 vrienden in mijn leven. Uh, uh, ja, dat, de, de, uh, dat met zeg maar, strijkkwartet onder heel smaakvol geraakt. Right. Laten we het hierop houden: de spine vinden iets om in de gaten te houden. Yes. Oké, okay, dan gaan we van uh, surveillance op echt massale schaal gaan we naar misschien wat intiemere vorm van surveillance en uh, identiteit. Ik heb een film gezien, Cesar, uh, die ik je heel graag wil meegeven en eigenlijk ook mijn luisteraars natuurlijk. Het gaat om The Man Who Surprised Everyone van Natasha Merkulova en Alexei Chupov. Zij zijn een Russisch uh, regisseurstijl. Ze zijn getrouwd, maken samen films. Dit is hun tweede speelfilm en het gaat dus over een man die. Het trouwens vreselijk om met je partner een film te moeten maken. er vanaf denk ik, ik. Gezien de films hoe, en hoe goed ze zijn, denk ik dat het ze best wel goed afgaat. Want dit is echt een heel goed regisseurstijl. Maar um, ja, het gaat dus over de man die iedereen verrast. Die man is een boswachter. Uh, ergens in middle of nowhere, Siberië, in het grote land van Rusland. En hij verrast iedereen. En dat is een verwijzing naar een oud Siberisch fabel. Over een man die erachter komt dat hij uh, gaat sterven. En dan de dood wilt bedriegen door door het leven te gaan als een vrouw. Dat oude fabeltje is echt een soort sprookje over uh, de dood bedriegen. Dus vooral over ik wil blijven leven. Ja? En de makers van deze film die maken daar dan een heel erg hedendaags sociaal realistisch drama van. Wat niet gaat over de dood bedriegen, maar dat juist het bedrieg moet stoppen. Want deze man wil door het leven gaan als een vrouw. En hij komt er dus achter dat hij uh, gaat overlijden. Hij, heeft, hij is uh, dodelijk ziek. En maar besluit... en deze man is dus eigenlijk een trans persoon. Ja, precies. Hij besluit eindelijk misschien dat deel van zijn identiteit... Wat, of haar identiteit, ik weet het niet zeker... want dat maakt de film ook niet duidelijk. Maar eind, eind, de, dit personage kiest er eindelijk voor... om die identiteit te omarmen voordat het te laat is. Om eindelijk een beetje door het leven te gaan... als die persoon die echt in hem zit. Nou, je moet je voorstellen: in Rusland is de mensenrechten situatie van LGBT en homoseksuele mensen en non-gender-binaire mensen heel erg precair. Het is heel erg. Uh nou, ja, en precair is nog zachtjes uitgelegd. Dat dus ja, ronduit uit kut, zou ik zeggen. Ronduit kut. Inderdaad, dus het, en dit speelt zich ook niet eens af in de grote stad of zo. Misschien in sommige kringen van Moskou is het progressief genoeg om uh, daarmee weg te komen. Maar dit speelt zich echt af in een klein dorp. Dus in één keer wordt deze man. eerst was hij de gerespecteerde boswachter. en uh, een beschermer van de omgeving. En in één keer is hij een soort uh, dorpsgek. Hij uh, gaat het dan over zijn persoonlijke strijd van ben ik, hoe ben ik man of vrouw of gaat het over zijn strijd met de omgeving? Ik denk een beetje allebei, want het okay. is het persoonlijke de strijd van het persoonlijke staat ook symbool denk ik voor de strijd met de omgeving en het systeem en ook een soort vorm van sociale controle en onderdrukking in Rusland. Dus het is een hele intelligente film omdat hij juist ook niet te veel punten wilt maken. Je wordt eigenlijk deel van zijn verwarring gewoon met het leven, met zijn identiteit, met de mensen om hem heen die die dachten kennen of zij dachten hem te Kennen en toch niet. Dus het is eigenlijk heel intiem. Het voelt een beetje alsof je deel wordt van zijn uh, geheim. En de reden waarom dit echt zo goed werkt, komt door de acteur, de hoofdrolspeler die deze man speelt. Hij heet Evgeny Tsayganov En hij is een heel gerespecteerd acteur in Rusland. En het is ergens ook best wel moedig dat hij een rol als deze aanneemt. Want ja, zoals ik al zei. Het is niet heel normaal om uh, in Rusland zo te ja, te. Dit is super progressief. Dit man. Dit is echt heel wauw. Maar wat ik, wat ik me dan afvraag: dit is dus een hetero stel. Wat een film maakt over een transpersoon. Ja, waarom niet? Ja, ja ik, vraag me, ik vraag me dat soms wel eens af. Want zeg maar. Uiteindelijk moet een filmmaker mensen kunnen verplaatsen in een. Uh, zeker in een film als deze, je wil je totaal, het is een, het is een portret van een mens, dus je wil totaal in, in die persoon kunnen leven. Ja. Ik, Ik heb geen idee daarover, het is een hele goede vraag. Ik heb geen idee over hoe hun research bijvoorbeeld in dit verhaal is geweest. Ja. Maar dat is misschien dan een goede tip voor de luisteraar. De film gaat morgens draaien en er is een QA met de makers. Er zijn ook nog kaartjes beschikbaar, dus je zou er gewoon morgen heen kunnen gaan en het aan ze vragen. En als je zegt morgen, welke dag bedoel je dan? Uh, morgen dan heb ik het over zondagmiddag. Okay, Check het cool. online. The man who surprised everyone. Yes. Ja, Hugo, ik heb, ik heb iets gezien... en dit is, dus normaal geven wij hier elkaar tips. Films waar we echt van houden. Ja, en nu heb ik een film gezien... en ik wilde hem zo graag geweldig vinden... Maar ik vond hem maar half geweldig. Oké. Okay. Maar toch ga ik hem tippen. Ik ben Want heel benieuwd. Misschien vind jij er iets anders. Ja, oké. Okay. Dus ik zag uh, B BNK 48 Girls Don't Cry. En dat is een Thaise documentaire. Over een Thaise popgroep. Popmuziek is heel groot in Thailand nu en ze, ze hebben een beetje het, het Aziatische model van de K-pop en de J-pop, gewoon supergroep. Dat is Koreaanse pop, Japanse pop, exact. En nu hebben... is er T-pop, Thaise pop. Ja, en het is gigantisch groter. Ik zag toevallig de uh, documentaire, de cleaners hier vorig jaar op het festival. Oh ja. En dan in de vrije tijd van een van die, die cleaners, die dus op social media allemaal dingen moet opruimen op, 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 op uh, negatieve comments, al die troep. Uh, die gaat dan in zijn vrije tijd met het geld dat hij verdient, gaat hij ook naar van die. Thaise popbandjes toe, dus sindsdien weet ik van dit fenomeen. En toen ik dit jaar zag dat er ook een documentaire over dat fenomeen van die Thaise girlbands was, toen wilde ik daar naartoe gaan. En deze documentaire gaat dus specifiek over BNK 48. Het zijn 50 meisjes. 50, bizar, één band, 50 meisjes. Eén band, 50 meisjes. Ja, dus net had het over 26-uur Maar Dit zijn 50 <laughs> power meisjes. in numbers. Is zo ja, maar. Um... Dat is natuurlijk niet 50 meis meisjes die allemaal op de voorgrond staan. Dat zijn dus 50 meisjes die gekozen zijn uit duizenden die de droom hebben om ooit in zo'n thuispopband te zitten. En van die 50 meisjes kiezen ze dus iedere keer 16 die kunnen meedoen aan een clip. Een clip? En dat is dan, dan maken ze een dus dan nummer ze en een en een liedje. Het ja. liedje ligt er al natuurlijk. Dat, ja. dat hebben ze gewoon. zeggen, we hebben dit liedje en we zoeken er nu gewoon 16 meisjes bij. En dan moet iedereen maandenlang auditie doen. En op een gegeven moment dan. Um, ja, dan kiezen ze er een paar uit? Dus je zit in de band, en dan kan je, je alsnog net niet, niet in de, in de, band, de band zitten. zitten. Ja, dat klinkt heel erg heftig. Er lijkt me hele hoge pressure om altijd aan te staan en te presteren. Ja, precies dat. En dus ja, die meisjes zijn ook super jong, natuurlijk, allemaal van de 15 tot 20 jaar oud. En ja, in die. Band komen, in die supergroep komen betekent echt een doorbrek. Dan kom je in commercials, je wordt automatisch presentator ergens, gewoon ergens op tv. Je krijgt campagnes, je hebt optredens, je, je following groeit. Dus wat je ziet, is je ziet een groep, allemaal soort super cute Thaise meisjes, die dan onderling moeilijk hard veel maakwoede hebben om elkaar gewoon af te troeven. Maar moeten ze dan elkaar aftroeven door uh, beter te zingen of te dansen of, of wat, waar, waar worden ze dat op beoordeeld? Dat staat voorop. Iedereen ze staan iedere dag super vroeg op. Dat zie je dus ook in die documentaires. Ze staan iedere dag super vroeg op en ze geven alle, alle dagen geven ze gewoon alles om de beste danser te zijn. Dus dat is niet eens meer. Ja, het gaat niet eens meer om wie de beste danser is, want ze kunnen allemaal ziek goed dansen natuurlijk. Maar wat je dan ziet, is dat ja, deze meisjes worden sterren in een social media tijdperk. Oh ja. Dus wat voor hun belangrijk is, is hoe profileer ik me online. Hoeveel followers, hoe is Precies. je engagement met je publiek? Nee, maar let, dus letterlijk ook, zij kijken dus naar hun eigen reach cijfers, hun eigen engagement cijfers. Dit zijn meisjes die, zeg maar, getraind worden door een bedrijf om... Ja, uh, online zeg maar het meest marketable ooit te zijn. En een van die meisjes die zie je dan ook in die documentaire. Die zegt van ja, mijn karakter was heel lang de hele tijd dat ik schattig deed. En dat ik altijd zo'n miauwachtige cute katten dingetjes en pakjes. En ik moest altijd zo'n Pikachu make-up. En daar was ik klaar mee. Ik merkte dat als ik serieuzer was, dat ik dan nog meer likes en nog meer. Dus toen ging ze op een gegeven moment ging ze een karakter switch maken van cute meisje. Naar een beetje een nors altijd geïrriteerd resting bitch face meisje. oké, oh, oké. Okay, okay. Op dat niveau werken en, deze meisjes Maar César, jij, jij bent natuurlijk best wel een, een social media persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. Uh, op Instagram heb jij veel volgers. Je Het is maakt, charmant dat je dit zegt. Je maakt goede memes. Uh -huh. Ja, even een complimentje hier zo Merci. op de podcast. Maar hoe... Uh, wat, uh, wat heb jij... Hoe verhoud jij je daartoe? Uh, leert deze film jou ook dingen over jouw eigen social media gebruik? Of uh, van, kan je je een beetje relaten met nou, deze meisjes? Uh, de eerste meisjes? helft, die, die ik dus zo goed vond, die vond ik zo goed... omdat het voor mij een soort Black Mirror aflevering was in holy shit. Dit is dus wat, wat er voor nodig is om in een succesvolle popband te zitten... als je een meisje bent in Thailand. Ja. Um, dus het was een soort waarschuwing bijna voor mij. Van oh ja, wow, het lijkt wel alsof je hele werk... Uiteindelijk worden heel veel banen in de media veranderen in een soort social media baan. Het ja. maakt niet uit of je dan een journalist bent, of een presentator bent, of een muzikant. Uiteindelijk is je, je fulltime job is bijna dat je een soort social media beheerder bent. Ja. Een, een media marketeer. En... Dat was heel goed aan deze documentaire. Wat ik er minder goed aan vond, is dat ja, het waren vooral veel pratende hoofden man. En zeker met dat thais, wat heel snel gaat en wat een hele andere klank heeft. Soms dacht ik van, oh, nu gaan ze huilen, maar dan waren ze eigenlijk heel blij. <laughs> ja, dat heb ik. En dat heb ik niet. Ja, dat heb ik niet met alle, alle talen, maar met dat Thijs heb ik dat toevallig wel. Um, dus ik vond de documentaire op een gegeven moment wel echt lastig te versmaden. Het was alsof dus, je een hele lange voicemail aan het bekijken was. Dus de ideeën zijn heel mooi, maar misschien is het een soort van lastig om tot de kern te komen of hem helemaal te voelen. Ja, ik ja. wil dan heel snel even fietsen in dit onderwerp wat je hier zo uh, aandraagt, want ik wil mensen erop wijzen dat er een muziekprogramma ook op het filmfestival heet. Dat heet Scopitone en dit jaar past dat denk ik echt bijzonder goed bij de film waar je het net over hebt. Ja, ik heb dit gewoon ieder jaar gemist. Oké, okay, nou ja, dan zal ik heel snel even vertellen wat het allemaal is. Scopitone, het woord verwijst naar een jukebox waar je ook videoclipjes op kan zien, een soort celluloid jukebox. Perfecte titel natuurlijk voor een muziekfilmprogramma met allemaal documentaires over muziekscenes en stromingen. Toevallig zit er ook een film in dit Scopitone programma die gaat over fangirl uh, culture. Over wat het betekent om een superfan te zijn van een of andere popgroep of zo. Um, maar er zitten ook films in over de punk scene in Indonesië. Over een feministisch portret van hoe de muziekcultuur uh, in Buenos Aires is. Het is echt gewoon een soort van de meest obscure soort van vormen van wereldmuziek over de hele wereld nee, in goede documentaires verpakt. Ja. Wat het mooie hieraan is, alle films zijn gratis. Ze ze gratis. Ik ook. En ze worden vertoond in het Scopitone Café. Voor wie het niet weet wat dat is, dat is gewoon de kleine zaal van de Schouwburg. Oh. Maar die is omgetoverd tot het Scopitone Café, waar je elke avond gratis een muziekdoken kan kijken. Cool. Dus voor de muziekfilmliefhebber genoeg op het festival. Ja. BKN 48 en de Scopitone films. Goeie tip. Dan nu, Hugo. Ik heb een belofte gemaakt en hij is, uh, ik kan hem nu alweer inlossen, want ik heb bericht binnen. Vertel. De witte rook. <laughs> nee, het is niet waar. Ik, uh, ik weet ongeveer uh, weer een beetje wat de tussenstand is van de publieksprijs. En ik kan jou verrassen met het feit dat op nummer 10 de man who surprised everyone staat. Waar jij het net over had. En it doesn't surprise me, want het is een <laughs> hele goede film. <laughs> dit is super flauw dat je dit zegt. Thank you. Uh, dan op nummer 9. Ik heb het lijstje hier voor jou. Uh, ja, ik zie het voor me. Op nummer 9 staat X en Y van Anna Odell. Die speelt in de big screen. Competition. Ik heb daar niks over gehoord, die film. Ja, ik heb hem gezien. Ik heb haar ook geïnterviewd. Het is een uh, best wel intelligente film. Over uh, filmmaker, acteur die zichzelf naspeelt met allemaal acteurs. Het is een soort film-in-film-in-film -in -film -in project. Over leven en kunst die elkaar nadoen. Het is een, uh, Klinkt alsof het lang duurt. Het is een soort spiegelpaleis over, uh, over acteurs. Het is best wel cool. Oké, okay, eh, ja, top 10, zeker. Uh, dan op acht, en dat is ook een heel leuk bruggetje voor ons. Wij gaan het hebben over Nederlandse talenten hier op het festival. En op acht ja. staat Dirty God van Sasha Polak. Ja, daar gaan we morgen uh, langer over hebben. Maar fijn dat ze erin staat. Ja, cool. Ook terecht, man. Goede film, Dirty God. Nou, dit, zijn dan even, dit is even onze sneak peek in de top 10. Uh, ja. Morgen gaan we, denk ik, een ander deel van die lijst bespreken. Ja, de top 3 maar... is redelijk hetzelfde gebleven. Er staan nog steeds Beats, Capernum, Sons of Denmark in. Precies. Dat zal nog wel gaan schuiven ook. Als er nieuwe dingen in veranderen, dan horen jullie dat bij ons als eerste. Oké, okay, nou ja, nou, morgen is het Kids Only Dag. Dus is er is niet superveel voor jou. Maar wel heel veel dus voor kids hier op het festival. Ouders kunnen hun kinderen gewoon achterlaten en die gaan dan. Heel veel doen. En ik was vorig jaar was ik, toevallig liep ik een verkeerde zaal binnen in de doelen. En toen kwam ik dus in zo'n ruimte waar allemaal kinderen VR-films aan het maken waren. Dat klinkt fantastisch. Ja, en ik was stik Jaloers en ook de auto's dus moest weer weg. Maar uh, ja, dat was morgen dus op het festival. Als je kinderen kent, breng ze, neem ze mee, dump ze, laat ze achter. En dan is het echt wel weer tijd om af te sluiten. Dankjewel voor het luisteren, lieve luisteraar. En wij zijn er morgen weer. Abonneer je vast op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Want we zijn er natuurlijk iedere dag. En in de tussentijd volg IFFR en VPRO Cinema op jouw favoriete social kanalen... om nog meer uit het festival te halen. En waar kunnen we jou vinden? Ja, ik ben natuurlijk gewoon een Overal. beetje zo hier rondom het festival. Maar ook op Instagram, Cesar Forever. En ik ben op Twitter, Hugo Emmerzaal. Heel simpel. Tot morgen! Tot morgen!